Wordt best wel lekker weer dit weekend. Dus als je gaat sporten, is het echt wel fijn weer. Het wordt de komende 3 dagen echt van alles wat. Gewoon naar buiten gaan, jas meenemen. We zijn niet van suiker, dus die ene bui kunnen we best hebben. Iedere week zie je de weermensen bij ons in de studio. Maar hoe weten zij nou wat voor weer het wordt? Dit is dus mijn werkplek op de redactie van het NOS Journaal. Jullie zien mij natuurlijk op tv, maar voordat dat allemaal tot stand gekomen is, moet er nog wel een en ander gebeuren. Want als ik begin met werken, dan ga ik eerst kijken wat voor weer het nu is. Gewoon naar buiten kijken dus? Je kunt het ook wat moeilijker maken door instrumenten te gebruiken. Dus een thermometer, of een windmeter, of een regenmeter, of een drukmeter. Nou, allerlei dingen. Al die dingen staan op heel veel verschillende plekken in Nederland. Die verzamelen allemaal informatie, sturen dat naar computers en daar gaan de weermensen dan mee aan de slag. Nou, zo krijgen wij ook van over de hele wereld weer berichten hierheen. En dan weet je eigenlijk 5 minuten nadat er een flinke windvlaag in Nieuw-Zeeland is geweest, weten wij dat hier. Weet je al dat het aankomend weekend erg warm wordt? Nou, weerman Marco heeft dat dus al lang gezien in zijn systeem. Hier in Frankrijk is het al heel warm, er zit veel rood en dat komt dan geleidelijk zo onze kant op. Haalt ons net, loopt dan weg en dan is na het weekend is die warmte er alweer uit. Nou, dit is één model die dat laat zien. En zo zijn er dus veel meer modellen en die combineer ik dan allemaal. En dan kom ik uiteindelijk tot het verhaal wat jullie ook kunnen zien. Nog één weetje dan over deze kaart. Die ken je waarschijnlijk wel. Ik kan dit allemaal veranderen. Dit wolkje, daar maken we regen van. Deze weerkaart die je in het Jeugdjournaal in de avond kunt zien, wordt gemaakt door de weerman. Ik ga dit trouwens gauw weer terugzetten, want anders dan gaat het mis. Krijg maar regen gelezen. Precies, en dat willen we niet. Zeker niet als het niet komt. Het moet wel uitkomen natuurlijk, die verwachting.